Dames en heren, het is goed om met elkaar vanochtend hier bij elkaar te zijn. Natuurlijk met wat regen. Vorige keren hadden we andere herdenkingen en toen was het veel meer zon. Met de Indische gemeenschap vorig jaar in de zomer en een paar weken geleden. Maar het kan niet altijd tropisch warm zijn. In dit koude Nederland. Kees van Eyck en ik die komen uit een tijdgewricht. Wij zijn allebei 60-plussers, dus door de huisarts ingeënt, dan weet u ongeveer onze leeftijd, dat wij op de lagere school onderwijs kregen over onze geschiedenis. Maar die onderwijsinvulling was uitermate beperkt met wat wij nu als mensen weten, verantwoordelijk als bestuurders van een stad. De overzeese gebiedsdelen en we leerden de namen van de eilanden. Bonaire, Curaçao, Aruba, Eustachius, Saba, Sint Maarten, de Bovenwindse eilanden, dat leerden we ook nog. Suriname. Onderdeel van het koninkrijk op dat moment. En Nederlands-Indië, daar werd ook aandacht aan besteed. Maar wat werd er verteld? Wat werd er verteld over die lange geschiedenis die ons onlosmakelijk met elkaar verbindt? Die keten van het verleden, van die geschiedenis, kunnen wij niet verbreken. Die keten tussen u en mij, tussen de eilanden, de landen en Nederland, kunnen we niet verbreken. Die geschiedenis is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is wel misschien het tegenstrijdige van waarom we hier vandaag bij elkaar zijn. En als ik het verkeerd uitspreek, vergeeft u het mij, Ketty Kotti. De ketenen verbreken. En of het nou precies 1863 of 1873 is, want over de jaartallen is het best wel ingewikkeld. Hè? 1863 formeel afgeschaft en dan 1873 nog die 10 jaar die daarbij komt. En op de Antillen is de datum net weer anders dan op Suriname. Maar daar gaat het dan niet om. Het gaat om dat we niet met onze rug naar die geschiedenis staan. Niet met onze rug naar waar wij ook als Amersfoort vandaag mee te maken hebben. 3.500 mensen met de roots in Suriname of de eilanden, en dan vergeet ik nog even de mensen uit Indië, die zijn verbonden in het hedendaagse Amersfoort. In die stad die de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Maar die stad die er ook was, 300-400 jaar geleden. Bij de opkomst van de West-Indische en de Oost-Indische Compagnie. Waarbij een van de zonen van deze stad, laten we het ook maar uitspreken, Johan van Oldenbarneveld, een rol heeft gespeeld. Die geschiedenis kunnen we niet terugdraaien, maar we kunnen ons wel verdiepen in die geschiedenis. Ik heb het voorrecht gehad dat ik heel wat heb mogen reizen over deze wereld. Ik zei het er net nog aan Kees. Ben je eigenlijk in Suriname geweest? Nee. Ben je op de Antillen geweest? Nee. Waar ben je eigenlijk wel geweest, Kees? Maar dat gaan we nu niet doornemen. Maar ik heb de mogelijkheid gehad om veel te reizen. En dan niet alleen maar naar de West, maar ook naar de Oost. En niet alleen maar aan de landen die verbonden waren in het beeld van de koloniën, maar ook naar bijvoorbeeld Sri Lanka. Colombo. En dan sta je opeens in een kerk die in Hoorn zou zijn tegen kunnen komen. 300 jaar oud. En het lijkt of je een stap neemt in de geschiedenis van zoveel 100 jaar geleden, zoals we ook hier in de Amersfoort kerk hebben die zoveel 100 jaar oud zijn. En dan besef je wat voor keuzes er in dat verleden zijn gemaakt. En dan besef je dat die verbinding onlosmakelijk is. Wat voor mij een hele rare ervaring was, dat ik op bezoek in Suriname Nederlands kon praten. De eerste keer dat ik dat ervaarde was dat ervoor, was dat echt een moment dat je bij jezelf denkt, hey, ik ben duizenden kilometers tussen aanhalingstekens van huis en ik kan mijn moeders taal spreken. Dat was voor mij een hele rare ervaring. Zoals ik dat ook had toen ik de kraton van Yogyakarta bezocht en ook Nederlands kon praten, spreken. Zoals ik dat ook had toen ik op de reis van Paramaribo naar Georgetown op het kaartbeeld de Nederlandse namen zag van polders en de plantages die honderden jaren geleden daar waren, waarvan je de namen nu nog terug kunt lezen.
Die ervaring en het inzicht had ik ook als je ontdekt dat die techniek van dat polderlandschap nog steeds terug te vinden is. Wij kunnen dat niet loslaten. We mogen dat niet loslaten. We kunnen niet met onze rug naar de geschiedenis staan. Maar tegelijkertijd weten we ook dat er keuzes zijn gemaakt in dat verleden die ertoe leiden dat wij nu op dit moment hier bij elkaar zijn. En Peggy Wijntuin, ik ken haar uit Rotterdam, voormalig raadslid voor de Partij van de Arbeid, die omschrijft dat in twee zinnen heel karakteristiek. Wij zijn hier omdat jullie ooit daar waren. Wij zijn hier omdat jullie ooit daar waren. En wat ik heel interessant vind en indrukwekkend vind, dat zij eigenlijk door haar oma nog de familieverhalen letterlijk heeft gehoord over die tijd van de 19e eeuw. Over dat slavernij. Wat dat betekende in haar familie. Maar waar zij ook mee te maken heeft, zoals velen van u daar ook mee te maken hebben. Bij de schoolkeuze, dat uiteindelijk een advies wordt gegeven wat geen recht doet aan het talent van het kind. Daar hebben we heden de dagen nog steeds mee te maken. Ook in Amersfoort. En wij kunnen en mogen onze ogen daar niet versluiten. Kunnen we het dan allemaal gelijk vandaag oplossen? Nee. Maar het is een dure plicht vanwege die verbinding met de geschiedenis om de keuzes vandaag ook goed te maken. En daar mogen we elkaar op aanspreken. Niet met de ruggen naar elkaar staan, maar elkaar recht in de ogen kijken. Daarom is een herdenking als vandaag van belang. En dank voor het initiatief dat Tassine heeft genomen om met een motie uiteindelijk die meerderheid, geloof ik, iedereen van de raad mee te krijgen. Vorig jaar was het iets te kort tijd, maar we hebben nu wat meer tijd. Ik ga nog terug naar mijn jeugdjaren. Ik groeide op in wat ik dan maar even noem een witte wereld in Den Haag. En ik deed eerste communie met kinderen, meisjes en jongens in die witte wereld. Mijn dochter, jongste dochter, doet aanstaande zondag eerste communie hier in Amersfoort. Waarbij ook jongens en meisjes zitten die verbonden zijn met die 3.500 mensen van de eilanden, van Suriname. Zij groeit op, ik groei nu op, samen. Zij ervaart dat letterlijk in school. Ze ervaart dat met zo'n ritueel van zijn eerste communie. Het opent mijn ogen voor hoeveel belangrijk het is om met elkaar samen te willen leven. Gaat dat altijd gemakkelijk? Nee. Moeten we elkaar durven aanspreken? Ja. Mag het schuren? Ook. Maar tegelijkertijd mogen we ook genieten van elkaar. Van de cultuur, van de muziek, van het eten, van de zon, van de regen. Daarom is het goed dat wij vandaag hier bij elkaar zijn. En volgend jaar, dan hebben we zon. En dan beloof ik dat de temperatuur een aantal graden hoger is en dat een aantal mensen niet op een theedoek hoeven te zitten om het lichaam nog een beetje droog te houden. Zo is dat toch? Als burgemeester van deze stad, als burgemeester van die 160.000 inwoners, voel ik het als een enorme verantwoordelijkheid om samen met elkaar die geschiedenis te durven beschouwen, maar tegelijkertijd ook samen de hand te geven om verder te gaan in de toekomst van uw en mijn kinderen, in de toekomst van deze stad, in de toekomst van deze samenleving. Alleen dan samen kunnen we die hele ingewikkelde vragen van racisme en discriminatie antwoord geven. Artikel 1 midden Nederland speelt daar een belangrijke rol in. Maar niet alleen maar organisaties. Wij mensen hebben die dure plicht om elkaar daarop durven aanspreken. En ja, dat kan af en toe ook wel pijnlijk zijn. Dat geldt ook voor mij. Dat geldt ook voor u. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet moeten durven. Elkaar aanspreken in de meest ingewikkelde vragen die we met elkaar tegenkomen. Dank voor uw aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat wij met elkaar een belangrijke stap zetten vandaag in het herdenken van een geschiedenis waar wij nooit van los gaan komen. Waar wij nooit los van mogen komen. Dank u wel.